Vanmorgen toen ik hier kwam, ging ik nog wat beelden, ben ik bezig met restaureren. En ik kom hier in de pastorietuin en er zit dan in een keer een varken achter me. Ik denk, godverdorie, hoe gaan dat ding hier komen? Nou, ik denk, misschien kan ik wel te pakken krijgen, maar ja, er is geen beginnen aan. Misschien zien we hem dadelijk hier wel, hè? Want dan is hij ooit 10 minuten weg, hallo. En dan in een keer roept hij hem wel open, hè. Vanmorgen zat hij in de parochietuin daar. Dus misschien zit je er dadelijk wel weer. Zullen we even gaan kijken? Ja, we kunnen even gaan kijken. Kijk, dit is het resultaat van als er een varken op kerkhof losloopt. Ja, dat kan ik hier natuurlijk niet gebruiken, want ik heb hier al voldoende werk. Dus dat beestje, een mooi diertje, maar moet in principe wel zo snel mogelijk gevangen worden. Wat zou je doen als je hem ziet nu? Ja, ik heb op het moment geen plek in de diepvries, maar ja, ik weet niet. Ik denk de beheerder maar bellen. Maar het is dan behoorlijk varken, hè? Ja. Ik heb hier zijn diverse assen uitgestrooid van overledenen. En als hier zo'n varken aan het verrutten, ja jongen, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Wat gaat u doen als u hem vangt? Ik? Nou, dan breng ik hem even naar het politiebureau en die moet hem over dierenambulance, dan moet je hem erop komen halen. Niet in de pan of zo? Dat gaat nee, dan... niet in de pan. Hij is te groot voor een barbecue. Want dat haalt al niet het en dat gaan we ook niet doen. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Oké.